Even. Ik ben blij dat het geen grote hond was. Ik kan hem nog wel aan, denk ik. Waarom moeten mensen dit doen? Door naar de volgende afspraak. Naar Keizersgracht. Ik zit hier dus met Jeroen. Hallo. Drukke periode gehad. Ja, de laatste loodjes, de laatste interviews, de laatste dingetjes en dan de première. Dus ik hou me hartstikke vast van wat mensen ervan vinden. Wanneer hebben jullie de opnames gedaan? Dat is vorig jaar zomer was dat, 3 maanden lang. En dat was wel een zware periode. Dus ik heb bijna 20 kilo moeten afvallen voor die film. Dus, holy shit. Ja, het is niet alleen maar tekst dat je over hebt. Ja, dus het was wel heel heftig, maar een gekke periode en een waanzinnige film geworden. Dus ik ben er vooral heel trots op. Nice man. De film heet Surprise. De Surprise. De Surprise. De Surprise. De 18e is de première en de 21e is in bioscoop. Oké, nice. Wat was je net aan het stellen? Wat was ik ook aan het vertellen? Oh ja, je was aan het vertellen waarom de film onwijs vet was. Ja, inderdaad. En dat de trailer nog niks voorstelt in Ja, het is namelijk een romantische comedy, maar het is veel meer dan dat. Dus er zit romantiek heel veel in, maar er zit ook comedy in. Niet heel veel, maar wel genoeg. Ja. Maar het is vooral knijterspannend en het is echt een... Waarom is het spannend? Waar gaat het over? Oké, nou de premisse is een man, Jacob, dat speel ik, die is miljonair. Al het geld die hij kan bedenken, alle auto's ter wereld heeft hij. Het begin van de film gaat zijn moeder dood en dan besluit hij, ik stap uit het leven. Het is mooi geweest, hij voelt al vanaf zijn vierde eigenlijk niks. Hij heeft besloten, ik wil niet huilen, ik wil niet lachen, ik wil geen pijn voelen meer. Ja, ja, ja. Zijn vader is overleden op zijn vierde en hij wil eigenlijk... Hij is klaar. Dus hij heeft niemand meer, geen familie meer. Dus hij denkt, perfect, ik kan eruit stappen zonder dat ik mensen pijn doe. Ja, ja, ja. Okay. Dat lukt niet. En hij is, geloof ik, de eerste 10 minuten, kwartier van de film is hij proberen zelfmoord te plegen. Dat lukt allemaal niet. Heel grappig, maar ook heel pijnlijk. En uiteindelijk vindt hij een bedrijf die dat voor hem kan regelen. Die gewoon tekent een soort euthanasie op afstand. Ja. Hij tekent een contract. Hij wil het leven stappen. Is geregeld. Hij gaat een kist uitzoeken en ontmoet een meisje. Ja. Anne. En die heeft hetzelfde gedaan. Is ook een kist aan het uitzoeken. En even kort aan de bocht, zij worden verliefd. Ja, ja. En willen eigenlijk niet meer dood. Maar dat contract kan. Maar ze hebben al die shit getekend. Ze kunnen er niet meer onderuit. Dus vanaf dat moment wordt het een soort de game, achtervolgingen, schieten, echt geweldige stunts ook. Dus het is een soort romantische comedy in een soort heftige actie-pact. Ja, is het ergens op geïnspireerd, zeg maar, dit idee waar komt, bestaat dit? Het is een kort verhaal van Belcampo. Okay. En dat gaat letterlijk daar over een man die uit het leven wil stappen en verliefd wordt en weer door wil. Alleen een contract heeft gekregen met een, geloof ik, zelfs een hitman, geloof ik, op dat moment. Maar dit is gewoon een bedrijf. En dit is ook nog eens zo dat je gaat afvragen, misschien over een jaar of 10 bestaat dit soort bedrijven wel. Want we vergrijzen natuurlijk allemaal, iedereen wordt ouder. Ja, ja. Dat mensen misschien wel gewoon echt in het echt gaan doen, dat zou echt ziek zijn. Ik denk dat echt wel, misschien gebeurt het wel stiekem, want dit is een illegaal bedrijf natuurlijk, dus je moet heel veel geld neertikken. Het is ook natuurlijk, het is ook allemaal geheim. Ja. Dus als het zou bestaan, is het ook de bedoeling dat niemand erachter komt. Dat weet niemand. Dus we weten het niet. Misschien bestaat het wel, maar we weten het niet. Maar je kan niet, ik ga dit ding hier op een zoutpotje zetten. Ja, dus die zout is even. Gaat het? Ja, dat blijft wel. Yeah. Oké, mijn pols. Dit wordt een statief, jongens. Dat jullie het weten. Niet mee. De peper is inmiddels neer, maar de zout is nu het statief. Maar kunnen ze dat contract niet afkopen? Nee, dat probeer ik ook. Okay. En dat wordt, ik word niet serieus genomen, omdat ik ze vertel uiteindelijk, ja, maar ik ben verliefd. Yeah. En dan zien ze denken, oh god, nee, dan krijgen we dit weer. En zij denken dat het vanuit een soort angst is. Nee, het is geen refund, het is klaar. Hij zegt ook, ons bedrijf komt in gevaar nu. Wij hebben met jou een afspraak. En we doen iets wat eigenlijk niet mag. Dus de kans is heel groot dat jij je op een gegeven moment gaat verspreken. En dan is het een bedrijf ervaar. Ja. Dus, maar hij probeert het zo stiekem te doen. Maar uiteindelijk geeft hij de opdracht aan zijn werknemers om mij maar gewoon neer te knallen. Ja. In plaats van een ongeluk. Ja. Wat vind je het leukst om te spelen in de film? Ik kom op een gegeven moment, mijn eigen bedrijf kom ik binnen. Want ik wil al mijn geld weggeven. Op het moment dat ik denk ik ga dood. Ik geef al het geld aan goede doelen. Ja. En dan moet ik door een soort metaaldetector poortje. En Pierre Bokma speelt een hele chagrijnige bewaker met een Napoleon complex. En die zit de krant te lezen en dan ga ik hem irriteren met een ijzer. Dat was in de trailer, ja, dan zit je zo. Die scène, uiteindelijk, want dat is nog wel het begin, die scène ontploft toch aan het einde. Dat is hilarisch om te spelen. Zeker met Pierre, die kwam 2 dagen naar Dublin, hebben we dat gedaan.
ja, los van het feit dat ik Pierre hilarisch vind, is die scène echt zo heftig geworden. Dat is echt wel, ja, ja, daar word ik heel vrolijk van. 21, moet je wel beetje kijken. Oh, daar is het dan. Ja. Hoi. Al die tijd kijk ik al. Nee. Kijk je hierin? Nee, niet echt. Jawel. Ik monteer je ogen wel gewoon. Ja, ik ben ook helemaal niet gewend. Ik ben ook helemaal niet gewend voor een camera dingen te doen. Dus voor mij even. 21 mei in de bioscoop, de surprise. Ga kijken, echt waar. Hij vindt hem te gek. Hij heeft hem nog gezien, maar ik vind het de beste film die ik ooit heb gezien. Dat was leuk. Het is nu tijd voor de volgende meeting. Hallo heren. Hebben jullie een mooie dag? Ik heb een hele leuke fantastische dag. Ja, serieus. Dan komen we net van Eindhoven. Ja, hoor. Jullie toe. Dan komt er ook van. Alleen maar voor jou, hè? Alleen voor mij? Alleen voor jou. Ja. Nee toch? Ja. Willen jullie koffie? Ja. Ja. We gaan lekker koffie. Toen ik vanuit Spanje naar Nederland kwam, was het hier koud en het waaide heel hard. Vandaag schijnt de zon en wat heb ik aan? Een dikke trui. Fuck, het is warm. Als jullie de trailer willen zien van de film van Jeroen, zal ik even een linkje in de beschrijving zetten. Als ik op de heenweg een taxi neem ergens naartoe, dan moet ik de terugweg lopen. En dat doen we niet. Zo houden we het sportief en financieel in balans. Oké, ik ben dus mijn vlog aan het editen. Ik ben mijn vlog aan het editen. Ja, dat is Duits, kan ik niks aan doen. Het is een beetje een drukke, chaotische week, want ik ben net terug uit Barcelona. En ik moet nog heel veel doen. Ik moet nog wat scripts klaarmaken, afmaken. En donderdag vlieg ik alweer naar Cannes, naar het filmfestival, samen met Dylan. Vrijdag zijn we terug. Zaterdag heb ik waarschijnlijk opnames. Die week daarna, oh, dit moet ik jullie nog vertellen. Als het 100% zeker is, dan ga ik het jullie vertellen. Maar het wordt vet. Het wordt fucking vet.